Kunt u iets meer vertellen over wat de C-Day inhoudt? We zijn zeven jaar geleden begonnen met ons af te vragen hoe kunnen we sociaal gedrag tussen leerlingen wat meer bevorderen en hoe kunnen we daar nou wat meer aandacht voor krijgen. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het goed zou zijn om daar één dag in ieder geval het heel centraal te zetten. In de hoop dat van daaruit allerlei overblijfselen door de hele school heen zouden ontstaan. Die leerlingen ook in de loop van het schooljaar aan van alles en nog wat herinneren. Zo hebben we mooie dingen in de kleedkamers die door leerlingen gemaakt zijn. Bij heel veel lokalen hangen dingen boven de deuren waarvan leerlingen allemaal weten. Oké, die zijn gemaakt tijdens C-Day. En die hebben ook te maken allemaal met hoe ga je met elkaar om. Dat soort dingen hebben we ook bij de ingang meteen staan. Als je binnenkomt dat je meteen dingen ziet die te maken hebben met hoe je met elkaar omgaat. En hoe je iets positiefs voor een ander kunt betekenen. Ik heb deze prachtige uitdossing aan omdat we hier zijn voor de lipdub. Dus iedereen gaat gek verkleed, gek dansen. En zometeen gaan we op allerlei verschillende liedjes de school eigenlijk overnemen hier. De school is nou van 6V. Jullie gaan dit zelf ook allemaal filmen? Ja, wij gaan dit zelf allemaal filmen. Er is een cameraman. En we moeten een stuk of drie keer filmen voordat het helemaal goed is natuurlijk. En dan krijgen we een prachtig eindresultaat. Ja, want die CD, wat houdt dat in? Weet jij daar ook iets over te zeggen? Ja, de CD is de dag van de veiligheid en respect bij ons hier op school. Dus dit gaat er echt om dat we de leerlingen een veilig gevoel geven. En dat iedereen hier één is. Maar jij hebt iets heel speciaals aan. Wat ga je daarmee doen met die uitdossing? Ik heb eigenlijk drie pagina's in één. Want we hebben nogal veel verschillende liedjes, dus deze komt zo eerst, die gaat eraf. Dan hebben we een mooi jurkje aan en er zit nog weer iets onder, maar dat is een verrassing. Ja. Het wordt een heel spectaculair gebeuren. Heel veel plezier ermee en ik hoop dat het een hele fijne dag wordt voor jullie. Ja, dankjewel. Hetzelfde nog. Nou, het is 5 jaar geleden begonnen en we zijn nog steeds heel enthousiast. Want het is een dag die echt even in het teken staat van iedereen mag er zijn zoals die is. Respect voor elkaar, aandacht voor elkaar en vooral heel veel plezier met elkaar. En als we nu kijken, ik ben verantwoordelijk voor het gedeelte van 6V. Deze leerlingen hebben even het gevoel dat de school voor één ochtend van hun is. En wat gaat er nu daarboven gebeuren aan die muur? We gaan een respectmuur maken. Juist. Maar wat heb jij gemaakt? Graffiti letters, respect. Vind jij respect belangrijk? Ja. En jij, vind jij dat ook heel belangrijk? Ja. En waar kan je dat uit laten blijken, dat je respect hebt? Gewoon goed met elkaar omgaan. Jij vindt dat je goed met elkaar moet omgaan. Dus een ander pesten, dat hoort daar niet bij volgens mij, of wel? Nee, gewoon aardig zijn voor elkaar. En samenwerken, denk ik, hè? Ja, dat sowieso. En wij zesde klasses, wij omarmen jullie en staan als een grote C van C-Day om jullie heen. Ja, en ik wens jullie een fijne middag. Bedankt voor C-Day.